naartoe. Kajsa Ollengreen heeft maandag een drietal Parkstadgemeente bezocht. De minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties trok een hele half uur uit voor een gesprek met een aantal bestuurders. Daarna liep de minister een eindje door het centrum en voerde ze gesprekjes met lokale ondernemers. Vaak wordt er door de gemeente om steun uit Den Haag gevraagd bij een ministerbezoek. Dat was maandag minder het geval. We hebben het vooral gehad over de samenwerking. Ja. Wat voor een bril kijkt u nu naar dit gebied? Er zijn natuurlijk ook een hoop problemen, maar er zijn ook dingen die goed gaan. Ja, nou, ik heb al met een aantal mensen gesproken. Met bestuurders, burgemeesters uit de regio. Maar ook met mensen die gewoon bezig zijn met de stad. Met ondernemers, die hier heel veel kansen zien. Dus ik zie een boel ambitie en een boel mogelijkheden. En tegelijkertijd, ja, het is ook duidelijk dat er heel erg veel moet gebeuren. Dus samen de schouders eronder zetten eigenlijk. Toeval of niet, de minister ging maandag niet naar Landgraaf en Brunsum. Zou dat iets te maken hebben met de fusie en politieke perikelen in die gemeenten? Het is mijn eerste werkbezoek aan Limburg en ik ben hier precies een halve dag. En dan kan ik niet de hele provincie aandoen, dus ik kom zeker nog terug. Het is in de omroep van Brunsum, dus u begrijpt dat ik iets moet gaan vragen over Joop Palme. U heeft in dat tweede rapport gelezen. Verandert dat uw mening? Nee, maar ik heb het rapport gelezen, maar het is een rapport van gevraagd door de gemeenteraad van Brunsum. Zij gaan daar zich over buigen, dus ik laat dat eventjes in Brunsum liggen. Dat lijkt mij terecht dat ik daar even op wacht. Hoe zou het daar verder moeten nu? Ja, nogmaals, ik wacht eerst op wat de gemeenteraad van Brunsum zelf hierover gaat bespreken. Oké, dank u wel. Dat is deze week al, dus het gaat allemaal snel. Dank u wel. Na Heerlen ging de minister nog op bezoek bij het bouwproject Superlocal in Kerkrade en de IBA-informatiemarkt in Voerendaal.